Deze webles gaat over de begrippen gravitatiekracht en gravitatieenergie. En nu bedoel je met gravitatiekracht eigenlijk hetzelfde als met zwaartekracht, maar toch wordt er een duidelijk onderscheid gemaakt in heel veel tekstboeken. En ook in de syllabus van het eindexamen Natuurkunde zul je uh, verschillende formules zien die, oftewel gravitatiekracht uh, beschrijven, oftewel zwaartekracht. Wat is nu het verschil tussen beide termen? Nou, dat heeft allemaal te maken. Met uh, dat de ene kracht maar op een heel bepaald gebiedje uh, werkzaam is. Kijk maar eens even naar het plaatje. Daar is uh, uh, het gebied rondom de aarde aangegeven. Nou, het midden van de aarde. Daar hoef je geen formule voor te kennen als het gaat om zwaartekracht. Maar de formule die we kennen, al vanuit uh, de onderbouw. Namelijk dat uh, de zwaartekracht gelijk is aan m mal g. Dat is een formule die eigenlijk alleen geldt. In het speciale geval dat je je bevindt op het oppervlak van de aarde, hier in het groen aangegeven. Maar in heel veel situaties ben je ook geïnteresseerd in hoe groot de kracht is van de aarde op een voorwerp, wanneer je niet op het aardoppervlak staat, maar bijvoorbeeld op het uh, lichtblauwe puntje, zoals je hier aangegeven ziet. En dan heb je een andere formule nodig. Dan geldt de formule Fz dus m g duidelijk niet. Dan moet je de formule gaan gebruiken voor de gravitatiekracht. En die ziet er als volgt uit: de gravitatiekracht is gelijk aan een constante, dat is de gravitatieconstante, maal de massa's van beide voorwerpen gedeeld door r, de afstand tussen beide voorwerpen. En uh, ik teken even r hier in het plaatje. En zeker wanneer je te maken hebt met grote voorwerpen, zoals de aarde of bijvoorbeeld de zon, dan moet je je wel realiseren dat r dan altijd is vanaf het midden van de aarde. Dus. R is de afstand tussen het midden van het ene voorwerp en het midden van het andere voorwerp. M is zoals ik al had gezegd, kleine m wordt dan vaak bedoeld, de massa van het voorwerp dat uh, zich in de buurt van het hemellichaam bevindt. En grote m is de massa van het hemellichaam en in ons voorbeeld is dat dan de aarde. Deze formule voor uh, gravitatiekracht kan ik ook nog anders schrijven. Kijk maar eens even mee. Ik uh, wissel uh, twee grootheden om. En waarom doe ik dat nu? Nou, als je nu goed kijkt naar de groene en naar de blauwe uh, vergelijking, dan zie je dat je uit die twee vergelijkingen ook nog iets nieuws kunt zeggen. Namelijk dat de valversnelling, want g is natuurlijk ook de valversnelling, dat de valversnelling op een willekeurig punt op een bepaalde afstand van, in dit geval de aarde, te berekenen is met de formule hoofdletter g. Maar de massa van de aarde deelt door de afstand in het kwadraat. Dus nu zie je ook hoe, um, hoe je komt aan de formule die ook in het boek gegeven staat. Hoe zit het dan met gravitatie-energie? Nou, Ook voor gravitatie-energie hebben we eigenlijk al een formule die we al heel lang kennen en gebruiken. En die ziet er zo uit: die gaat over de zwaarte-energie. En die zegt het volgende: als je een voorwerp een andere hoogte geeft, dan zal de zwaarte-energie. Toenemen als als die hoger komt te liggen en afnemen als die lager komt te liggen. Maar die grootte van die toename of afname is gelijk aan M mal g maal delta H. Maar we hebben net eigenlijk gezien dat wanneer je niet op het aardoppervlak staat, dat die g dus ook niet gelijk is aan 9,81. Die g die zal een afwijkende waarde hebben. En dat maakt het wat ingewikkelder wanneer je de Zwaarteenergie zou willen rekenen. wanneer je een voorwerp vanaf het aardoppervlak. een heel eind in de ruimte wil brengen. Um, wat je eigenlijk dan moet doen. is rekening houden met een g. die verandert ten opzichte. van de afstand tot het middelpunt van de aarde. En nu kun je dat heel mooi uh, analytisch oplossen. door middel van een uh, integraal zoals je die hier ziet. Uh, dit uh, ziet er wel heel erg wiskundig uit. Maar ik uh, zeg er meteen mee. als je dit hebt gehad bij wiskunde. En je schrijft hem een klein beetje om. Ik zet uh, hier alle constantes trek ik gewoon voor de integraal. En ik zou nu die r'tjes vervangen door x'tjes. Dan krijg je een wiskundige integraal die eigenlijk vrij makkelijk op te lossen is. Voordat we dat doen, gaan we eerst nog eventjes een uh, definitie erbij halen. En dat is een, uh, een afspraak die men heeft gemaakt. En men heeft gezegd: Weet je wat? Je um, hebt natuurlijk te maken met verschillende hemellichamen. Uh, met verschillende massa's. En er is eigenlijk maar één punt. Die bij al die hemellichamen dezelfde gravitatieenergie geeft. En dat is het volgende punt. Namelijk wanneer je heel ver weg van dat hemellichaam jezelf uh, uh, bevindt, dan zal daar de gravitatieenergie amper nog veranderen. Want er is uh, amper nog. Je kunt eigenlijk zeggen, er is geen zwaartekracht meer. En je hoeft dan ook geen extra arbeid meer te verrichten om een voorwerp uh, nog verder van de aarde af te uh, brengen. En de afspraak is dan ook dat dit punt op oneindige afstand van Aarde, dat daar de gravitatiekracht een bepaalde constante waarde heeft en namelijk 0. Wanneer je dat nu gaat invullen in de, uh, in de integraal, dus uh, voor R2 ga je dan uh, oneindig invullen en je gaat het uitrekenen, dan blijkt dat de volgende formule eruit komt voor de gravitatieenergie: De gravitatieenergie is dan gelijk aan min g mal m mal hoofdletter m delen door r. En dit houdt dus in dat de gravitatieenergie al altijd een negatieve waarde heeft. En dat heeft er dus mee te maken dat bij uh, gravitatieenergie, in tegenstelling tot zwaarteenergie het punt waar de energie nul is, al eigenlijk is afgesproken. He, bij zwaarte kun je zelf aangeven bij welke hoogte je zwaarte nul wilt uh, noemen. Bij gravitatieenergie is dat al gedaan we kunnen hem ook even schetsen. Hoe ziet die gravitatieenergie er dan uit? Nou, die ziet er ongeveer zo uit. Hoe verder weg je van de Aarde komt, hoe hoger de gravitatieenergie komt, en hoe dichter hij bij nul komt. En hoe dichter je bij de Aarde komt, hoe minder gravitatieenergie je hebt. Maar het is wel een negatieve waarde. En eh, de meest negatieve waarde krijg je wanneer je jezelf bevindt op het oppervlak van het hemellichaam. En dan eh, geldt dat de gravitatie gelijk is aan min g maal m. Maar hoofdletter M gedeeld door. Let er even op. Hoofdletter R. Want hoofdletter R definieer ik hier even als de straal van het hemellichaam. Deze formule gaan we daar meenemen. Die gaan we even gebruiken in een, uh, voor elke voorbeeldrekening. En die voorbeeldberekening gaat over het volgende. Hoe groot is nu de snelheid die je een voorwerp moet geven op het uh, oppervlak van de aarde? Wil je hem loslaten komen van de aarde, zodat hij dus ook nooit meer terugvalt naar de aarde? En om dat netjes te kunnen doen, gaan we gebruik maken van een uh, uh, energiebalans. We gaan dus eerst even kijken, dit willen we dus bereiken. We willen een voorwerp van punt 1 naar punt 2 zien te krijgen. En punt 2 is dus op een hele grote afstand van de aarde. En wat dan eigenlijk geldt, en dat is standaard bij een energiebalans, is dat je zegt, uh, ja, de totale energie in punt 1 moet even groot zijn als de totale energie in punt 2. Ik verwaarloos nu uh, eventuele wrijvingskrachten. Dan moeten we natuurlijk even kijken welke energiesoort of soorten spelen hier een rol. Nou, een van die twee is natuurlijk de gravitatieenergie, maar uh, de andere is de kinetische energie. Want je geeft uh, het voorwerp een bepaalde kinetische energie mee. En gedurende zijn uh, vlucht zal die kinetische energie worden orde omgezet in zwaarteenergie. Wat moet er nu gelden? In uh, situatie 2, nou daar geldt eigenlijk al per definitie dat de gravitatie energie gelijk is aan 0, maar om los te komen van uh, de aarde, um, ja, moet de snelheid van het voorwerp op dat punt, ja, je kunt daarover discussiëren, maar minstens nul zijn. Hij hoeft niet heel veel uh, kinetische energie uh, over te houden, maar hij moet daar wel komen, dus op het punt oneindig ver van de aarde is de snelheid minstens 0. Dat wil zeggen dat ik de energiebalans een stuk kan vereenvoudigen, want zowel de kinetische energie als de gravitatieenergie in punt 2 zijn nul. Dus de energiebalans ziet er eigenlijk zo uit: de kinetische energie die het voorwerp heeft in punt 1 plus de gravitatieenergie in eh, punt 1 moeten minstens nul zijn, wil het voorwerp loskomen van de aarde. En eh, dit kan dus, ik zeg het nog maar een keer, omdat de gravitatieenergie per definitie altijd een negatieve waarde heeft. Ik kan beide um, zaken gaan invullen. Ik weet hoe groot de gravitatieenergie is op het aardoppervlak. Die had ik net ook al uh, laten zien. En dan krijg ik dus deze vergelijking: deze kan ik gelijkstellen aan nul. En dan weet ik dus welke snelheid het voorwerp moet hebben minimaal om los te komen uh, van het aardoppervlak. En uh, deze uh, formule zie je ook vaak staan in het uh, tekstboek van natuurkunde. En ik heb je nu laten zien. Hoe je aan die formule komt. Uh, interessant uh, weet je. Je zou misschien denken dat uh, je het voorwerp dus recht naar boven moet schieten, wil het loskomen uh, van de aarde. Maar dat hoeft niet. Uh, maakt niet uit in welke richting je het voorwerp wegschiet. Wanneer de snelheid minstens zo groot is als de ontsnappingssnelheid, zal het voorwerp loskomen van de aarde.